Goeiemorgen, lieve kind van God. Ons is tijdens die ochtendoordenkings die week, as ook tijdens zondagse eredienst, op reis saam met Jezus en zijn volgelingen. Jezus is vastbesloten op zijn laatste reis naar Jeruzalem. Daar moet hij gaan doen waarvoor hij naar die aarde toe gekomen het, soos Jesaja 53 vers 5 en 6 dit beskrywe. Oor ons oortredings is hij deurboor, en oor ons sondes is hij verbrysel. Die straf wat voor ons vrede moest brengen, was op hom, en door sy wonde het daar voor ons genezing gekomen. Ons het allemaal gedwaal soos skape, ons het elk in sy eie pad geloop, maar die Heere het ons allemaal soos sonde op hom laat afkom. En dit zou aan die kruis op Golgotha gebeur, zodat elkeen wat in hom glo, kind van God genoemd kan worden. En daarin was Jezus samen met zijn disciples en baie ander volgelinge vastbesloten op pad. En op pad leer hy hulle dringend en ernstig hoe dit is om kind van God te wees. Jezus sê langs die pad voor iemand wat schijnbaar nog niet deel van zijn groep volgelinge was nie, in Lukas 9 vers 59, volg mij. Het is een wonderlijke uitnodiging. Ook vanochtend opnieuw aan jou. Volg mij. Maar het is ook een opdracht. Een imperatief. Volg mij. Hoe reageer jij hierop? Kijk hoe reageer die man van Lukas 9, vers 59 hierop. Hij reageert met de verskoning, maar die eeuwige maars, en dan sy verskoning. Here, laat mij toe om eerst terug te gaan en mijn pa te begraven. Dit lijkt na een baie goeie verskoning. Het is toch baie redelijk om aan een sterfgeval prioriteit te wil gee. Het is toch sy eie pa wat dood is. Jezus se antwoord, verstomme mens. Toe sê Jezus vir hom, laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. Dit klink rof. Hoe moet ons dit verstaan? Sommige commentators sê, dat sy pa blijkbaar nog niet dood was nie. Anders zou hij niet daar langs die pad gestaan het nie. Hy sou by sy vaders sy huis bezig gewees het om te help met die begrafenis en alles. Nee, sê hulle, sy vader was op sterwe, maar het kon nog lang neem. Wel, of hy op sterwe was, of reeds dood was, die begrafenis zou een tijd neem, en as hy moest deelneem aan die reëlings, was hy kans daarmee heen om Jezus te volg, en van sy koninkryk te leer. Vir hom het navolging van Jezus beteken, om letterlijk achter Jezus aan te loop. Als hij niet dadelijk achter Jezus begin aanstap nie, maar eerst sy pa gaan begraven, was Jezus en zijn gezelschap ver weg op pad Jeruzalem toe, in die tijd dat hij klaar was. En waar krijg je hem dan weer om hem te volgen? Daarom antwoordt Jezus om, soos hy hom antwoord, laat die dooies hulle eie dooies begraven, maar gaan verkondig jij die koninkryk van God. Die dooies waarvan hy praat, is die geestelike dooies. Die familielede wat nie belang gestel het om Jezus te volg nie, laat hulle hulle eie dooies, sy pa ook, begrawe. Maar kies jy die lewe, sê Jezus vir hom, volg my en word 'n verkondiger van die koninkryk van God. Wat beteken die antwoord van Jezus vir ons? Ons wat niet letterlijk achter Jezus moet aanstap om zijn volgeling te wees nie. Voor ons wat in Jezus glo en om gehoorzaam dien, mag ons niet prioriteit gee aan die dood van een geliefde nie. En mag ons niet gebroken voel van rouwsmart nie. Nee, niet dit nie. Wat dan? Jy mag jou niet so laat ontreder door die dood van een geliefde nie, dat jy vergeet van Jezus, dat jy nie meer sy koninkryk kan verkondig nie. Nee,
Vind juist troos in die Jezus in wie jy glo. Vind troos in die Jezus wat gesê het, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hy ook. En begrawe jou pa, of wie ook al na by jou is, met liefde. En treur oor hom of haar, terwyl jy gelovig aan Jezus vashou. Amen. Dankie Heere vir die lewe. Dankie ook vir die lewe na die dood. Dankie dat u die opstanding in die lewe is. En dat ons aan u kan behoort of ons nou lewe en of ons sterwe. Ook of ons familie, ons nabij mense sterwe. Dankie Heer Jezus, dat ons aan u kan vashou. U is ons ewige troos. Amen.